Het is een versteende wijk en met weinig groen. Het imago is slecht. Nou, vervolgens... Nou, de gemeente is voornemens hier Hart van Zuid op te gaan knappen. Nou, op zich is dat goed dat de wijk opgeknapt wordt. Alleen de manier waarop dit nu dreigt te gaan gebeuren, daar zijn we niet enthousiast over. Wiegen Zuid moet op de schop. Het college heeft er al een heel plan voor klaar liggen. Zo is het de bedoeling dat er 6000 vierkante meter aan winkeloppervlak moet komen. Het CDA Wiegen ziet dit niet zitten. De uitvoering zoals het college die nu voorstelt, namelijk... Het eigenlijk volbouwen van deze mooie groene long. Hè. Je ziet hier allerlei mensen fietsen, kinderen spelen, er is veel groen aanwezig nu. Als je dat volzet met winkel vierkante meters, waar eigenlijk ook elke onderbouwing voor onderbreekt, dan snappen we niet goed wie daar nou eigenlijk beter van wordt en welke bewoners daar om gevraagd hebben. Heel erg in het begin is er ook, en in ook het stappenplan, is gezegd, het is een versteende wijk en met weinig groen. Het imago is slecht. Nou, vervolgens zie je de visie en dan zie je dat ze nog... Alle groene grasveldjes gaan weg. Heel veel bomen zullen er gekapt worden. Er komt hoogbouw. Ja, dan vragen wij ons af, wat komt dat ten goede aan de leefbaarheid hier in Zuid? Het Nijmeegse onderzoeksrapport DTMP maakte een rapport over detailhandel in Wiegen. De conclusies zijn, er is in Wiegen 0 vierkante meter winkelruimte nog te besteden. Dus laat staan dat je hier nog enkele duizenden vierkante meters winkel bij moet gaan bouwen op Zuid. En terwijl bewoners daar ook absoluut niet enthousiast over zijn en juist hebben gevraagd in het voortrek om meer groen en minder stenen. Dus die combinatie van geen onderbouwing, niet het beeld wat bewoners willen, dan ontbreekt eigenlijk elke basis. Verantwoordelijk wethouder Gerrits laat in een reactie weten dat de plannen nog in een conceptfase zitten. Pas nadat de gemeenteraad deze visie heeft besproken, worden concrete plannen gemaakt in overleg met alle betrokken partijen en inwoners. Donderdag vergadert de Wiegense gemeenteraad over Hart van Zuid.